Zoals je kunt zien, ben ik slechts een animatiefiguurtje. Maar vergis u niet, er zit een vrouw van vlees en bloed achter deze avatar. Eentje die samen met jou de geheimen van Brugge wil ontsluieren. Een tijdje geleden werd uit het minnewater namelijk een actetos opgevist, met daarin enkele teksten ondertekend door Rene Denis de Bruin. Onderzoekers zijn ervan overtuigd dat dit de ware naam is van een man die beter bekend staat onder zijn pseudoniem. In de teksten uit de actetos zegt Denis de Bruin dat hij een volledige valies, gevuld met wellicht onschatbare oude boeken en documenten, ter beschikking stelt van de persoon, of de personen, die ze verdient. Of verdienen. En die dus de geheimen van Brugge weten te ontsluieren. Verdien jij de schatten van Denis de Bruin? Schrijf je dan als de bliksem in en doe mee aan het schattenjacht? En opdracht nummer 1. In een eerste document uit de actetos van Denis de Bruin, signeerde hij met zijn echte naam. Maar dan wel in code. De vraag is dus, wat is de ware naam van Denis de Bruin? De Brugse stad, succes, bijna heel het heilig land bevat. Hier heet een kerk Jeruzalem, of Nazareth, of Bethlehem. Betanië ligt niet ver vandaar. Sarepta ziet me nog voorwaar. En Sion met zijn oud convent was eertijds heel de stad bekend. Van aan Carmelus hoog bekroond, alwaar de Karmeliter woont, tot op de burg waar het heilige bloed Calvariberg herdenken doet. Brengt Brugge, t zij van welke kant, gedachten bij van het heilig land.